President reageerde dit keer niet alleen op Twitter, maar reageerde live met een toespraak tot het volk. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. Ja, mevrouw Karabulut, Tweede Kamerlid van SP. Het klinkt als oorlogstaal, maar kenners zeggen ook wel dat het wat milder is, dat hij gas terug lijkt te nemen. Wat vindt u? Ja, nou, als je hem afgelopen week hoorde, namelijk dat wanneer Iran niet zou doen en Iran heeft een vergeldingsactie uitgevoerd vannacht, dat hij dan bombardementen zou uitvoeren op Iraniërs en op culturele sites van Iraniërs. Dat hij een hele harde tegenaanval zou doen, dan zie je dat hij hier wat gas terugneemt. Tegelijkertijd zegt hij, ik ga wel de sancties opvoeren. En dat valt onder zijn noemer van de maximale drukpolitiek op Iran. Wat inhoudt dat hij escaleert, dat hij snoeiharde sancties oplegt. Met als gevolg dat de Iraanse bevolking eronder leidt. Maar ook dat een nucleair akkoord wat werkt, wat veiligheid heeft gebracht, dat heeft hij opgezegd. En inderdaad, we zijn eigenlijk al een aantal stappen op die escalatieladder verder. Ik hield mijn hart vast op verschillende momenten. Vannacht. Bij deze uitspraak? Of? Maar ook bij de liquidatie van deze generaal, de Iraanse generaal, op Iraaks grondgebied. Want dat is inderdaad een oorlogsdaad. Dus het had ook kunnen ontploffen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar hij zei ook in deze toespraak, dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Die liquidatie op Soleimani. Ja, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk heel vaak dingen gezegd. Hè. Deze president die is gekozen met de belofte dat hij zich zou terugtrekken. Dat hij een einde zou maken aan de permanente oorlogen. Hè, in Irak, in Syrië, in Libië. Hij wilde overal de troepen terugtrekken. Nou, dat heeft hij voor een gedeelte gedaan door bijvoorbeeld de Koerden in Syrië te verraden. Maar hij voert nu het aantal militairen in het Midden-Oosten op. Met inderdaad als vijand nummer één... Iran. En dat is heel gevaarlijk, want in Iran wonen miljoenen mensen. En u weet dat wanneer er een oorlog komt, dat als eerste de mensen, de bevolking daaronder leidt. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren, sinds de Irak-oorlog ook, sinds de War on Terror, waarbij iedere keer werd gezegd, we gaan ze aanpakken, we gaan ze uitroeien, die terroristen, gezien dat er chaos is gecreëerd in al die landen, waardoor juist IS is ontstaan en terrorisme de kans heeft gekregen, maar ook onze veiligheid daaronder leidt en miljoenen mensen op de vlucht hebben moeten staan. Dus dat is het laatste wat je moet willen. Geen oorlog met Iran. Ja, Martijn van Helvert, Kamerlid voor het CDA. Hoe reageert u op wat u net hoort ook van Donald Trump? Ja, ik denk dat het goed is dat de president van de Verenigde Staten ook heeft gezegd dat we moeten deescaleren naar wat nu gebeurd is. Het kwam natuurlijk niet totaal als een verrassing, omdat de spanningen al opliepen. Iran heeft een aantal aanslagen al gepleegd, ook gedreigd. En ook daadwerkelijk de ambassade van de Verenigde Staten en de anti-ISIS-coalitie waar Nederland ook deel van uitmaakt, aangevallen. En de generaal, meneer Soleimani, die is omgekomen, is de nummer 15 op de EU-terroristenlijst om verschillende redenen. En hij was ook in Bagdad om samen met een aantal andere terroristen juist de milities op te zetten tegen de anti-ISIS. Is dus terecht die aanslag van de Amerikanen op deze generaal? Ja, wij zijn natuurlijk liever van het oppakken van terroristen en ze veroordelen. Ja, dan moet je ze gaan berechten. Dat leidt tot vaak een hoop... Ja, zeker, maar dat wil niet zeggen dat je mensen zo moet omleggen. Maar in een oorlogssituatie, wat er nu eigenlijk wel is, en je gaat dan de ambassade van de Verenigde Staten aanvallen, ja, dan weet je dat ze op een gegeven moment wel terugschieten. En Trump had een aantal aanvallen juist niet gereageerd. Ja, en op een gegeven moment krijg je wel dat er een reactie moet komen. Dus kijk, en deze meneer, als je het hebt over het lijden van de bevolking. Ja, de bevolking van Iran is natuurlijk gigantisch geleden onder deze meneer. We weten de demonstraties van vorig jaar nog in Iran. Die zijn keihard neergeslagen, ook onder verantwoordelijkheid van deze meneer. En er zijn vele Iraniërs omgekomen. Ja, door hun eigen generaal in Europa, zeggen we, door deze terrorist. Ja, mevrouw Karabulut, de minister van Defensie, zat hier afgelopen maandag bij ons. Ze zei, ik begrijp de keuze van Amerika om Soleimani te liquideren. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vond die uitspraak echt ongelooflijk. Niet omdat ik laat geen traan om de dood van deze man.
Hè, ik ben ook tegen het Iraanse regime. Ik zie ze liever vandaag dan morgen nog vertrekken. Zij onderdrukken hun mensen. Maar dat rechtvaardigt nog niet dat je dan maar op Iraaks grondgebied, wat nu het strijdtoneel is geworden van Iran en de VS, een hoogste generaal, stelt u zich eens voor dat onze commandant der strijdkrachten door Iran, omdat zij hem als gevaar zien, als terrorist, waarschijnlijk, ik ontken zeker niet dat hij een gruwelijke daad heeft gepleegd. Dat is wel een verschil met de commandant van Nederland. Onze commandant der strijdkrachten heeft niet zoveel mensen omgebracht in Nederland. Maar als u mij even laat uitpraten, meneer Van Helfen, omleggen in Irak en dat we zo met elkaar als landen zouden omgaan. Of als we alle boeven, want er zijn heel veel boeven, dat deel ik met u. Mm. Zeker. Moeten we dan ook Mohammed bin Salman, Saudi-Arabië, de kroonprins die een journalist in stukken heeft gezaagd, moeten we daar dan ook de hoogste generaal liquideren? Maar even de vergelijking tussen deze Iraakse generaal en onze commandant te stellen. Ja, kijk, dat vind ik dat is echt totaal niet terecht. Hè? Want deze meneer die heeft ook zonder welke vorm van rechtspraak dan ook vele mensen van zijn eigen land omvergebracht. Gewoon omdat ze demonstreerden tegen het politieke regime in Iran. En kijk, het komt Iran natuurlijk ook wel goed uit om dat nu te doen. Want er zit een enorme discrepantie in eigen land. Er zijn zoveel mensen ontevreden over het eigen regime. Die zijn of dood, of mishandeld, of bedreigd, of zitten vast. Dus die zijn eigenlijk stilgehouden. En dit is een fantastische afleidingsmanoeuvre om te doen alsof er nu ineens een ruzie is tussen de Verenigde Staten en Iran, die er allang was. Dat is echt niet iets dat we vorige week heel goed met Iran konden opschieten. Toen hadden we ook al hele grote onmin. Het verschil alleen is dat de generaal in Bagdad was om de anti-ISIS-coalitie, waar Nederland ook deel van uitmaakt, aan te vallen. U vindt het dus goed dat de minister van Defensie heeft gezegd, we begrijpen het? Ik begrijp het heel goed. Ik vind wel, want ik sprak er ook over met mijn collega's uit het congres in de Verenigde Staten, dat je als bondgenoten zou kunnen zeggen, waarom worden wij nou niet gewaarschuwd of erin gekend of geconsulteerd? Precies, ja. Want we zijn toch samen een anti-ISIS-coalitie. Ja. Nou, en daar zie je dat men in het congres dat ook niet exact begrijpt waarom. Zij zeggen, wij zijn ervan overtuigd dat de dreiging zo groot was dat we iets moesten doen, waar we al zoveel aanvallen van Iran niet beantwoord. We moesten nu wat doen omdat onze eigen mensen direct in gevaar waren. Maar dan zou ik zeggen, deel dat dan ook met je coalitie, waar wij deel van uitmaken. Nou, over de coalitie en bondgenoten gesproken, daar gaat het natuurlijk onder andere over de NAVO. Daar sprak president Trump ook over. Ja. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Hij schuift dus de joker voor een deel door naar de NAVO, de Europese NAVO-leden. Ja. Daar zijn wij er één van. Ja. Wat zou Nederland kunnen, moeten doen? Nou, allereerst, kijk, Nederland zegt te willen deescaleren. Maar als dat je standpunt is, en ik sta daar volledig achter, Nederland omarmt ook nog steeds de nucleaire deal. Nederland zegt geen oorlog, en de heer Van Helfert zegt met zoveel woorden volgens mij ook geen oorlog te willen met Iran. Dan moet je een oorlog ook niet steunen. Dan moet je een oorlogsdaad ook niet steunen. En daarmee zegt u alle militairen weg? Daarmee zeg ik, kijk naar het Midden-Oosten. We hebben 18 jaar lang een permanente oorlog tegen terrorisme gehad. Wat het heeft opgeleverd is IS en miljoenen vluchtelingen. De oplossing is niet, en deze minister heeft nogmaals daarmee verkiezingen gewonnen, de oplossing is niet om dan maar een nieuwe oorlog met alle gevolgen van dien. Nee, maar wat moeten wij daarmee als land dan? En wij zouden, zoals het Iraaks parlement ook heeft verzocht, onze militairen moeten terugtrekken. De diepste wens van Irakezen is dat Iran zich niet meer bemoeit met hun land, maar ook dat alle buitenlandse troepen vertrekken. Dat is één argument. En een tweede is natuurlijk dat wanneer je zegt geen onderdeel te willen zijn van deze politiek van de president van de Verenigde Staten, dan moet je daar ook niet je militairen achterlaten. En of een oorlogsschip naar de straat van Hormuz sturen. De regering van Irak heeft overigens natuurlijk wel alweer gezegd, wij willen niet dat ze nu gelijk gaan. Een beetje zoals Augustinus ook zei, je geeft me de kuisheid, maar nu nog niet. Zo zegt de regering. Uiteindelijk moet wel iedereen het land verlaten, maar nu nog niet, want we kunnen het niet alleen. We zitten daar ook, Nederland zit daar ook, op vraag van de regering. De regering van Irak heeft
tegen Nederland gezegd, kom ons alsjeblieft helpen, want we moeten getraind worden. Dus we moeten daar ook zeker niet nu weggaan. Tenzij de commandanten ter plekke zeggen, het is te gevaarlijk. Maar goed, dat is aan de commandanten daar ter plekke natuurlijk. Ik denk dat het een terecht punt is dat Trump wel ook zegt, ja, Europa, wat vinden jullie natuurlijk nu? Want als wij een belangrijke rol willen spelen, zullen we van belangrijke dingen ook wel eens een keer iets moeten vinden. Want we gaan een marineschip sturen over de deze maand. Daar hebben we 3 weken geleden een belangrijk debat over gehad in de Kamer. Maar wat we zouden kunnen doen, is dat, en daar hebben mijn voorgangers Remor Knops en Hand en Broeke ook voorstel voor gedaan, om dat arbitragemechanisme om te kijken als Iran zich niet meer houdt aan de deal die ze met Europa hebben, wat ze met de VS doen is een andere zaak, maar als ze zich niet meer houden aan de deal die ze met ons hebben, dan moeten de sancties wel weer in worden gezet. Maar en ik ben juist wel een voorstander van sancties. U spreekt zich toch volstrekt tegen wanneer u enerzijds zegt we willen deescaleren en anderzijds zegt onze militairen moeten daar blijven, wetende dat het onderdeel is van de escalatie en dat het onderdeel is van een oorlogspolitiek. Wie gaat straks, ik zal het uitleggen. Maar wie gaat straks als de situatie totaal uit de klauwen loopt, wie gaat straks al die miljoenen mensen opvangen? Weet u wat de humanitaire gevolgen zijn van een oorlog in het Midden-Oosten? Laatste woord daar even helpen. Mevrouw Karaboet haalt 2 zaken door elkaar. Allereerst, we moeten het geweld deescaleren, dat moet minder. Maar je moet wel diplomatiek zijn. Sancties een diplomatiek middel. Dat is geen geweldmiddel, maar een diplomatiek middel. En diplomatiek, vind ik, mag je wel harder tegen Iran zeggen. Stop met het sponsoren van terroristen. Stop met het vasthouden van Nederlandse terroristen, beschermen. En stop ook met het afschieten van ballistische raketten. En houd je aan het deal over atoomwapens die je met ons hebt. Wij hebben nog steeds een deal met Iran. Die zegt Iran nu met ons op. Ja. En daar mogen we ze op aanspreken. Heel kort nog even jullie verschillen van mening. Moet er een nieuw debat komen? Maar het hele eier eten, ja zeker. Maar het hele eier eten is dat de deal werkt en dat die nu is opgezegd door de president van de Verenigde Staten. Iran heeft nog steeds een afspraak met ons en die zegt Iran op. Het feit dat ze boos zijn op de VS wil niet zeggen dat Iran tegen ons moet zeggen, dan zeggen we ook met jullie op. Wij hebben nog steeds een afspraak met Iran. Daar houden ze zich niet aan en dan mogen wij best met sancties zeggen, we roepen jullie tot de orde. Liever diplomatiek dan met wapens. Alleen het punt is, die sancties die werken nu juist op het Iraanse regime die de eigen bevolking onderdrukt in de hand en treffen de bevolking die bijvoorbeeld geen medicijnen meer kan krijgen vanwege die sancties. Maar die kregen ze ook al niet door deze generaal. Die generaal vermoorden ze ook al. Dus het is niet zo dat het nu fantastisch is in Iran. En onder de vorige generaal was het verschrikkelijk. En het kan nog niet zo zijn dat als Iran zich niet houdt aan afspraken met Nederland, niet houdt aan afspraken met Europa, dat wij dan maar niets doen. Ik vind niet geweld, maar je mag met sancties en diplomatieke middelen Iran onder druk zetten. Tot zover. Het debat Maar met Europa. Maar laatste punt. Heel kort. U vindt toch dat we ons moeten houden aan onze grondwet, bevorderen van de internationale rechtsorde. Maar dat kan ook samengaan. En dit is een illegale actie geweest van de VS. Ik vind Iran moeten we heel streng aanspreken, maar dat moet ook onze vrienden, bondgenoten, dit soort oorlogsdaden plegen. Hartelijk dank. Bij deze dame hier. Ja, dank jullie wel. Op veel fronten wordt gestreden.